and scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. Als gevolg van het stijgend aantal gevallen van gehoorschade, en voornamelijk bij jongeren die worden blootgesteld aan luide geluidsniveaus, heeft de Vlaamse regering beslist om een aanpassing door te voeren in de wetgeving. Die aanpassing is er gekomen en is van kracht geworden op 1 januari. En men probeert daarmee toch een stuk bescherming te bieden aan mensen die worden blootgesteld aan muziek door maximum geluidsniveaus op te leggen in publiek toegankelijke inrichting waar elektronisch versterkte muziek wordt geproduceerd. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club. Het stadsbestuur organiseert een infoavond op 28 januari in hier in het stadhuis om 7:30 in de trouwzaal. En daarin zullen wij zo goed mogelijk de nieuwe normen of de nieuwe reglementering duidelijk maken. Wij richten ons daarbij aan een zeer breed publiek van organisatoren van fuiven, concerten, caféuitbaters, jeugdverenigingen, allerhande. Dus iedereen is welkom om de infoavond te komen bijwonen. Kom dus op maandag 28 januari om 7:30 naar de trouwzaal van het stadhuis voor de infoavond over de nieuwe geluidsnormen voor muziekevenementen. Tot dan!